Hi, you're listening to the Fockcast. Fockcast. Het is vandaag zondag 18 december en ik zit hier in de kelder van de Joker. In een koude kelder van de Joker, kunnen we wel zeggen. Tegenover Hans Kools. Hans, welkom. Dank u wel, Fokke. Dit is de tweede keer dat je hier bent. Ja, klopt. De tweede keer. Tweede keer. Maar deze keer, vorige keer, ja, is alweer eventjes geleden. Misschien zelfs pro-corona. Ja. Ja, ik denk, ik heb zelf een keer teruggedacht. 2019. Ja. En toen was je hoe lang bezig ongeveer? Toen een half jaar, zoiets. Ja. Ja. Dus inmiddels ben je 3 jaar bezig ongeveer? 4 jaar, ja. Vier jaar. Ja. En het is een try-out voor de avondvullende. Ja, klopt. Dus ik begin stilletjes aan heel dichtbij te komen. En wat is je première datum? 20 januari, dus binnen een maand. Binnen een maand. Ja. Nou ja, bijna letterlijk binnen een maand. Zijn er nog waar gaat de première door? In Roeselaar, in de Spel. Oh ja, ja. Right. En is dat jouw hometown? Vlak ernaast, ja. Dat is 10 minuutjes vanaf. Dus dat is een beetje een thuiswedstrijd. Ja, absoluut. Ja, dat is goed. En dat moet ook, hè? Bij je première moet je ook in een soort veilige plek zitten. Ja, dat is dus ook wel een keuze. Ook een beetje veiligheidshalve om toch een uitverkochte zaal... maar dat loopt weer... Dat loopt en zit het vol daar? Of? Ja, absoluut. Dus we hebben nog een tweede datum erbij gezet. Dus, oh jong. Ja. Want je hebt een mooie tour eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Ik ben enorm verrast en tevreden hoe goed dat loopt. Dus, en hoe heet de show? Kools en Zonen. Kools en Zonen? Ja. En gaat het over je familie? Of, Ja, uiteraard. Ja. Het is, ik dacht dat ze iets nog nodig hebben. Nee, maar gaat het ook over je vader? Een dertiger die over zijn kinderen comedy maakt. Dat hoor je bijna nooit. Nee. Dat is helemaal nieuw. Hey, en gaat het ook over je vader? Of gaat het over... ja, absoluut. Dus het gaat over 3 generaties. Ja, absoluut. Dus, het gaat niet over het is niet dat ik het louter alleen over mijn kinderen heb. Dus, het is meer de insteek van hoe ben ik destijds grootgebracht. Ja, hoe zie ik dat de dingen nu aan het veranderen? Ja, het is een soort coming of age, wat heel typisch is, denk ik. Tussen hoe jij groot geworden bent en hoe jij nu met hoe die kinderen nu... Ja, en ook heel sterk gelinkt, ja, mijn afkomst en uit het diepe West-Vlaanderen, kind van zelfstandigen, dus een beetje een... Ik heb altijd het gevoel, ik ben natuurlijk Nederlander, maar ik woon hier al 30 jaar, maar ik heb altijd wel het gevoel dat West-Vlaanderen is wel een apart... Een eiland bijna. Ja, er wordt in de comedy veel over... Ik vind dat heel fascinerend, want het is... Hoe mensen daar zijn, dat is, je hebt daar bepaalde stereotypen over, maar dat is wel een heel hechte sfeer of zo. Ja, maar ik denk dat je in andere provincies ook wel hebt. En wat ik wel voel, ook in de comedy scene, is dat we hebben eigenlijk niet echt geen centrumsteden in West-Vlaanderen. Gent hier, Antwerpen, dat zijn Leuven, noem maar op. Dat is, ja, wij hebben Brugge, maar dat is op zich gewoon een museum. Ik denk dat het grootste verschil tussen West-Vlaanderen en de andere provincie is toch dat het echt verstedelijkte en ook de mensen die daar naartoe trekken en de mentaliteit die ze daar vestigen, dat je dan minder hebt in West-Vlaanderen. Dus zelfs in de, want je hebt natuurlijk Kortrijk en Oostende zijn ook wel redelijk grote steden. Ja, maar in verhouding is dat toch. Dus eigenlijk heb je nu net gezegd dat de steden in West-Vlaanderen nog altijd een beetje boerenraad zijn. Ik denk dat toch dat het type volk en de mentaliteit daar, dat het toch iets anders is dan wat toch in Brussel, Gent en Antwerpen. Even geen zin, maar zet ik gewoon... Ik denk dat het... Oh. Even op het vliegtuig zetten. Ja. Dus inderdaad, dat er een... Maar met het alle voor- en nadelen... van het minder stedelijke. Ja, maar ik denk, en je moet dat ook niet, moet ik zeggen, op flessen trekken, dat is ook niet zo extreem. Maar ik denk wel zeker als je vanuit Antwerpen komt en ziet dat de comedy hier beleefd wordt, ja, dat is niet iets dat je zomaar kunt projecteren op West-Vlaanderen. Ja, maar ik heb mijn indruk is, wat je hebt natuurlijk, je hebt een voor iemand die niet op tv komt, mm-hmm. Heb jij een mooie speellijst gekregen. Ik denk dat te wijten valt aan... want jij hebt de voorprogramma's gedaan van Steven Milieu. Ja, klopt. Absoluut. Dus ik denk dat jij dat gewoon zeer goed gedaan hebt. Mm. En daar echt wel een indruk hebt. Ja, absoluut. Dat is een enorme reclametour door Vlaanderen geweest. Absoluut. Maar uiteraard. Ik denk ook, zeker als beginnende comedian. Ja, op het moment dat je echt de eerste stap zet op het podium. Ja, en dat loopt goed. Dan word je gevraagd voor de lokale verenigingen in de buurt. En dan gaat dat mond aan mond verder. En dat is wel een olievlek die zich moet uitbreiden. Ja. Dus het zwaartepunt van mijn tour ligt ook in West-Oost-Vlaanderen. Maar ik denk ook dat
dat, en dat is iets een beetje jaloersmakend, vind ik, wat er in West-Vlaanderen, dat die, die omarming van de lokale comedians daar sterker is dan in Antwerpen of Limburg of zo. Dat jij daar als niet zo bekende comedian gewoon wel omarm wordt en speelkansen krijgt. Ja, alhoewel ik denk dat je moet ook wel ergens verdienen. Hè. Dus denk niet ja, dat tuurlijk. Dat, nee, als je geen klote trekt, dan gaat het niet lukken. Nee, maar, en omgekeerd, als ik een line-up sta, denk ik, voorbij maanden of jaren ook, als ik een line-up sta met een Thomas Smit of met een Erhan, ja, die is ook het dak eraf. Dus ik heb niet het gevoel dat... Nee, maar ja, die zijn wel 5 jaar lang, of ja, vijf, dat of, klopt. In Thomas' geval, 15 jaar langer bezig. Jij bent nu met Ja. Dus denk wel sowieso dat je een stapje voor hebt, maar ik denk niet dat dat een hinderpaal moet zijn voor andere comedians. Nee, maar ik vind het gewoon, ik voel dat gewoon dat het West-Vlaamse publiek omarmt jou. Mm-hmm. En dat dat in Antwerpen met Antwerpse comedians of in Limburg met Limburgse comedians gewoon minder is. Ja? En dat vind ik iets storend. Die andere, nee, snap ja, langs de andere kant zie ik wel als ik zo de comedians zie waar ik zo mee begonnen ben. Of alleen die misschien al iets vroeger dan mij bezig waren. Denk bijvoorbeeld aan een Jeroen of een Jasper of zo. Ja. Dan zie ik ook wel dat die ook niet zo heel veel in West-Oost-Vlaanderen komen. Nee. Dat ook wel wat frank. Dus ja, ik denk dat iets is wat je door moet na die eerste show. Ja. Maar is de West-Vlaamse cultuur, zit die ook in je voorstelling? Of, denk je, of is het heel algemeen? Ja, ik denk het wel voor een stuk. Ja. En ook wel, dat is een beetje de rode draad. Door, als er al een rode draad is in de voorstelling, gaat het wel voor een stukje daarover. Dat ik wel zo typisch in die cultuur grootgebracht werd. Ja. Maar ja, nu kleine kinderen. Ik werk ook voor een internationaal bedrijf. Dus ja, zo die twee werelden, dat is wel het spanningsveld waarin dat al mijn humor zich bevindt. Ja. Dus het is niet dat ik wereldvreem ben. Nee. Maar je hebt altijd wel die achtergrond. En ja, uiteraard draai ik volop mee in alles wat nieuw en hip en trendy is. Maar ja, ik probeer dat wel altijd te zien van ja, hoe was dat vroeger, hoe is dat nu? En dat is zowel die spreidstand waar ik heel veel informatie en veel humor uithaal. Ja. En is dat altijd zo geweest? Of heb je het daar naartoe geschreven? Toen je die titel bedacht had, ben je dan daar naartoe gegaan? Of was dat gewoon... Een titel die de lading al dekte wat je aan het doen was? Dat dekte eigenlijk al de lading op dat moment. Ah, ja. Dus het was, ik had al wat stukken rond mijn kinderen. Ja. Maar ook wel heel die insteek van ja, hoe ben ik grootgebracht in een gezin van zelfstandigen. Ik heb ook twee broers. Hè, dus het Koos en Zonen verhaal. Ja. Covert meerdere generaties. En dat vond ik op zich wel tof. Zijn jouw broers ook zelfstandig? Ja, inderdaad. Ja? dat is toch gaaf, hè? Ja, en natuurlijk Koos en Zonen. Dat is iets typisch dat op de kabinetten zien staat van schilderwerken en timmermans. Dus vandaar ook wel die link met het... Wat voor bedrijf had je vader? Schrijnwerk. Hij is 2 jaar op pensioen. Hij is 2 jaar op pensioen? Ja. En heeft een van jouw broers dat overgepakt? Nee. Niemand. Dat is dan een beetje een gemiste kans. Dat hoort wel zo eigenlijk. Ja, nee. Als ik zo de geschiedenis erop naga, al mijn voorvaderen, zal ik maar zeggen, die allemaal wel zelfstandige activiteit. Ja. En er is een... Ja, nooit een van die van vader of zo die dus, verder ja. Dus de kans dat een van mijn twee zonen comedian wordt, is klein. Is dat zo? Dat is een wat ingewikkelder. Dat kennen we nog. Dat zou ik moeten onderzoeken hoeveel daarvan bestaat. Casper van Kooten, dat is de zoon van Kees van Kooten. Ah, oké. Okay, ja. Anders dus zijn er niet veel voorbeelden. Maar niet zoveel, denk ik. Nee. Ik heb wel mijn jongste zoon, want toen was ik al begonnen met comedy, ik wel een allitererende voor- en achternaam gegeven. Omdat dat is wel slim. Ja, er zijn er veel. Dus ik zei, dan heeft hij die stap al voor. Dus die heet Casper Kools. Kas Kools. Kas, ja. Dat is er dus in het rijtje van Alex Agnew en Bas Birker en Amelie Albrecht en noem maar op. Ja, allitererend is wel eens ja, dus, een voordeel. Die Vincent, dus die, ja, Vincent, die stap heeft hij al voor. Ja. Nee, je hebt natuurlijk wel Julie Vermeire. En die is op zich wel grappig, maar niet per se bedoeld, heb ik altijd. die is wel, dat is die een beetje wel... het tegenovergestelde van haar vader. Ja, ja, die wil graag grappig zijn. Maar dat lukt niet altijd. Heb ik niet gezegd, want... Nee. Maar nee, ja, dat is wel bijzonder. En wat doen je broers? Mijn oudste broer is in de sector gebleven. Die is aannemer. Zelfstandig aannemer. En mijn jongste broer is op zelfstandige basis doet hij onderhoud in fabrieken. Onderhoudstechnieker. Okay. Ja. Het is allemaal heel, heel grounded. Ja, absoluut. Ja, dat zit er wel nog altijd in gebakken. Dus het artistieke wat jij doet nu...
Dat is een beetje bijzonder ook. Dat is echt uniek. Qua toneel, muziek, laat staan comedy, is er geen enkele link of achtergrond die mij daar naartoe krijg je dan ook heeft. Die clichés van, gast, zorg wel dat je gewoon het ding nog... dat zo don't give up your day job vibe van je familie. Ja, eigenlijk niet, want mijn ouders zijn dat wel. Het feit dat bijvoorbeeld niemand van ons de zaak van mijn pa verder zet. Ik wou dat absoluut doen als ik klein was. Die zeiden, ja, je studeert goed, hoe dat je niet verder studeert en een diploma had. Dat was nog die generatie. Ja. Ik probeer maar een goede diploma te halen. Terwijl dat je nu, als je veel geld wil verdienen, moet je timmerman worden natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus nee, en die steunen mij daar ook wel in. En die zijn, ondertussen zijn die ook wel uit de leeftijd dat kunt beslissen. Het is nu zo ver, en met die toeren in het vooruitzicht, het is niet meer een hobby. Hè? Het is het is ook wel duidelijk geworden dat het goed loopt. En dat daar... Ga je je dayjob opzeggen? Of is het nu nog... Want het is nog combineerbaar, maar hoe lang blijft dat? Ja, dus het is absoluut nog combineerbaar. Natuurlijk, de voorbije 2 jaar hebben we ons ook geleerd dat het natuurlijk wel wat risico inhoudt. Ja. Dus ja, dat is iets, moet ik zeggen, ik heb altijd comedy vanuit een heel comfortabele positie kunnen doen. Ja, omdat ik die zekerheid had. Ja. Ik zie andere voorbeelden. Mensen zijn oké, die vrij vroeg die sprong, sprong maken. Ja. Maar het is ook heel snel van moeten. En dat is wel altijd iets... Ik heb altijd wel uit een zeer comfortabele positie dat kunnen doen. Ja, maar het straffe is wel... Want andere mensen die inderdaad vanuit die comfortabele positie doen... Als het dan wel lastig wordt of weet je wat, dan geven die ook sneller op. Ja. Maar jij bent wel harde werk, je bent wel blijven doorwerken. Ja, dus dat heb ik wel, alles wat, als het gaat over comedy, de kansen dat ik gekregen heb, die heb ik wel altijd vol een bak genomen. Ja. Dus wedstrijden en dan die shows schrijven en gigantisch veel kilometers maken. Nee, het is een cliché, maar die heb ik wel met Steven Mailleux, dat voorprogramma, dat was wel in combinatie met een job. Ja, voilà. Wel zeer intensief. Ja, want hij moest de volgende dag niet vroeg opstaan, nee. Maar jij wel, hè? Ja, ja, dat was dikwijls het geval. Als dan van Limburg naar huis komt, zet ik hem af in Gent. Moest ik nog eerst 3 kwartier naar huis en dan 's morgens terug naar het werk. Ook nog 2 kleine kindjes op dat moment. Zeggen, dan nog kinderen erbij. Ja, dat was een super intense periode. Ja. Maar ik inderdaad nooit die positie had van, het moet nu. En inderdaad, een beetje de stress die ermee mee gepaard gaat. Dus dat heeft me altijd wel iets bijgebracht. En tot op vandaag heb ik nog niet het gevoel gehad van ik heb iets in mijn comedy carrière gemist doordat ik het combineer. Nee. Uiteraard, op het moment dat ik mijn avondvullende show zet en zo, allee, maar dat zien we dan... dat begint nu... In januari begint dan. En hoeveel je hebt kleine 30, denk ik, 27. Nee, dat is veel, Ja, absoluut. Ja, voor een eerste show, voor iemand die niet op tv komt, is dat heel... Hè, want Amelie heeft ook een heel mooie spelers. Maar die heeft wel al die andere zaken. Ja, tuurlijk. Dus je bent daar... iedere keer als ik naar die lijst kijk en zo de tickets verkoop ook. Want dat is altijd zo... Ja. Moet ik zeggen, dat loopt in stapjes. Hè. Als ik nu terugkijk, is dat indrukwekkend. Ja. Maar dat is natuurlijk een stap. Het eerste stap is, raak in contact met een managementbureau. En dan, hou voor die eerste show. Ja, oké. Maar dan is de vraag... Hè, dat zijn al een aantal stappen dat je genomen hebt. Dan is de vraag... Ja, gaat die show geboekt worden? Dat blijkt dan het geval. Dan is de volgende vraag, gaan die tickets verkocht worden? Ja, tuurlijk. Ja. Dat loopt dan ook zeer goed op dit moment. En dan krijg je daar nog shows bij natuurlijk. Voilà, en dan is de volgende vraag, is dat een goede show? Hè? Ik zei altijd, het volk zit al in de zaal en ik moest er nog in houden. Nu. Ja, je hebt ze nu getrukt om ze ernaartoe te krijgen. Nu moet je voor de volgende keer... Nu moet wel goed zijn dat ze nog een keer willen terugkomen. Ja. Maar als je dan de voorprogramma's van Steven Mailleux deed, deed je dan elke keer dezelfde 20 minuten? Of heb je daar eigenlijk deze show een beetje vorm kunnen geven? Dat was zodanig uitgesmeerd door corona, dat ik op een gegeven moment wel een keer wat beginnen veranderen ben. Voor mezelf wat boeiend te houden. In het begin was dat wel altijd het vaste stuk. En dat heeft ook te maken met, en ik denk dat dat herkenbaar is voor veel beginnende comedians. Ja, ik ben eigenlijk... mijn eerste stappen waren Humo's Comedy Club. En dan ben ik eigenlijk... een half jaar later meegaan een jaar later met Steven. Ja. Dus ik kijk die scene van open mics en zo, wat overgeslagen. Ja. En dan komt onmiddellijk in zalen terecht. Je bij Steven Mailleux en de Young Ones, hè? Ik ben dat pas, ik ben pas comedy beginnen doen toen dat al voorbij was. Ik ben 2 weken voor Humo's Comedy Club in 2018 begon. Dus ik ben daar rap met Steven mee geweest. En dan kom natuurlijk direct in een situatie als beginnende comedian dat je iedere week 2-3 keer in een zaal staat van 300-500 man. Ja, al gelijk in de theaterzaal. Ja, en dat is ook niet het moment dat je zegt, ik ga nu wat nieuwe dingen beginnen doen. Dan profiteer je ook van dat moment om je set die dan stelkens aan groeit en goed wordt, om die ook telkens te spelen. Want achteraf gezien ook de juiste keuze, want dat is natuurlijk de reclame geweest voor mijn show nu. Ja, dus vandaar dat ik meestal wel aan datzelfde stuk vasthield. En pas dan
dan door corona, door wat stil te leggen, zegt oké, ik ga nu een keer die 20 minuten toch wat vernieuwen en verfrissen. Ja, en een keer wat andere dingen. Allee, dan heb je ook al wat meer zekerheid, wat meer ervaring. Maar heb je dan, want waar je dan vaak tegenaan loopt dus bij comedians, is dat die 20 minuten die je voor Steven gespeeld hebt, ja, die zitten vast. Je moet zelfs een beetje oppassen dat je die al een klein beetje kapot gespeeld hebt. Ja. En die andere nieuwe stukken, die je dan eigenlijk zelf leuker vindt, maar die zijn dan nog niet zo geroutineerd. Maar je moet daar wel een geheel van maken om daar een avondvullende van te maken. Ja, dat klopt. Dus in bepaalde stukken die ik echt in sets en line-ups, op het moment dat ik een half uur, drie kwartier moest spelen, stukken dat ik er bewust telkens uitgelaten heb om te vermijden dat kapot gespeeld wordt. Kapot speelt. Ja. En hij er ook te veel aan verankerd of vasthangt. Je moet toch een klein beetje jezelf pushen om uit die comfortzone te komen. Die stukjes, een aantal heb ik er nu wel teruggenomen in die show terug. Maar ik heb wel bepaalde stukken, dat ik echt al van helemaal in het begin. Maar ik denk, op dat anderhalf uur dat die show zal duren, is dat misschien 10 minuten waarvan dat ik zeg, dat zit er allemaal helemaal van in het begin in. Ja. Dat ik er nu terug bijgenomen heb. Maar dat is wel een tijdje geweest dat ik dat niet gespeeld heb. Nee, snap ik. Om het voor jou ook zelf fris te houden. Ja, klopt. En een ander ding is, en dat denk ik van, want de laatste humo's heb je wel meegedaan, maar ben je niet ver geraakt. Nee, klopt. En zou dat dan te maken, want dan moet je, het begin bij de humor, daar krijg je zoveel aanmeldingen, dus iedereen moet 5 minuten spelen. Ja. Omdat jij eigenlijk in een soort luxe positie van altijd 20 minuten te mogen spelen, dat je het lastig vindt om op vijf minuten te knallen? Omdat absoluut. Dat heeft zeker een rol gespeeld. Ja, dat kan wel eens langs een andere kant, zeg ik er ook altijd bij, het is niet de avond zelf dat je dat te horen krijgt. Dus dan weet je vooraf wel dat je maar 5 minuten krijgt. Hoe bedoel je? Er wordt gezegd, ik hoor dat van nog mensen. Ja. Als je wat langer speelt en wat meer ervaring, dan zit je gewoon ook wat langer te spelen, een verhaal te brengen. En dan moet je plots 5 minuten. Ja. Maar dat is op zich een zwak excuus, want je weet vooraf wel dat de situatie zal zijn. Ja, het is heel lastig om dat terug te zetten. Ja. Want ik kan me goed voorstellen dat heel geroutineerde comedians die echt al lang spelen, een Thomas Smit of een Alex, zeggen ze tegen die gasten, en nu mag je nog 5 minuten. Dat is gewoon niet zo simpel. Nee, het is dat. Dus het is zeker niet evident. En in die zin moet ik ook eerlijk zijn dat ik misschien op dat moment niet voor mezelf de beste 5 minuten gekozen had. Omdat ik inderdaad dacht van, ik ga dat zo beginnen en dan dat vertellen. En terwijl dat, als ik dan kijk naar mijn eerste voorronde 2 jaar ervoor, was inderdaad gewoon 5 minuten een stuk je beste jokes. En, precies. Dus dat speelt zeker een rol. Maar uiteindelijk, het is een wedstrijd. Dat zijn de regels vooraf, dus dat moet je ook niet... Jij bent ook het bewijs dat je zo'n wedstrijd... Dat is voor veel mensen handig, maar het is niet noodzakelijk. Want jij bent het prima aan het doen zonder die wedstrijd. Ja, klopt. Natuurlijk moest wel zijn de eerste keer in de halve finale geraakt. Ja. Dan krijg je wel direct heel veel speelkansen. Ja. Toen kort daarna ook Lunatics gewonnen. Ah ja. Ja. En dan heeft dat wel... Dus het speelt wel absoluut een rol. Is het noodzakelijk? Nee, uiteraard niet. Nee. Er zijn genoeg voorbeelden die het anders gedaan hebben. Prima gedaan hebben zonder. Ja, absoluut. Maar het is wel zo dat je natuurlijk... Er zijn ook langs de andere kant ook weinig winnaars die het niet ver gebracht hebben. Nee, klopt. Dus, nee, dat, absoluut. Ja. En ook mensen die in de finale... daar stond in de finale. Die is ook lekker bij. Maar daarom is jouw positie wel straf. Ik bedoel, niet humor geworden. Niet een beetje smoel op tv. Nee. En toch bijna 30 shows. Ja, dat is een prestatie. Absoluut. En dat geeft voor mij ook aan hoe comedy weer geëvolueerd is als genre. Ja, ik vind dat op zich, daar ben ik dan wel een stuk trots op. Dat wel zo ver brengt, zoveel shows hebt, zoveel tickets verkocht ook ondertussen. Ja. Ja, en dan moet ik zeggen, klop ik mezelf op de borst. Dat zal er wel zijn, omdat ik goed gespeeld heb. Hè. Tuurlijk. Niet omdat ik een wedstrijd gewonnen heb en daar een keer in de schijnwerpers. En omdat we Slaven jou omarmen, wat ik heel gaaf vind. Dus, want ik heb ook berichtjes gekregen, toen jij hier speelde, heb ik berichtjes gekregen van, hey, Hans Kroos komt, dat is toch West-Vlaming, weet je wel? Dus West-Vlaming in Antwerpen, die dan zeggen, hey, dat is een van ons. Maar dat is gaaf, dat vind ik cool. Ja, ik had dat een paar weken terug in Hoven gespeeld, in de Pomp. Ja, dat was ook zo, dus dat was zo, een gemengd publiek, maar ook wel heel veel mensen die dan inderdaad uitgeweken zijn, die dan toch terug, dus dat beaamt uw stelling. Dat, Ja, maar dat vind ik iets jaloerswakend, dat vind ik echt gaaf, dat is cool. Ja. Wat wou ik daar nog vragen? Wat zei je toen jij bij comedy begon? Wat zijn je voorbeelden? Wat zijn de dingen waar jij graag naar kijkt? Ik heb een hele diverse comedy smaak. Ik ken de comedy scene absoluut niet goed. Toch zeker niet toen dat ik begon. Ik ging af en toe wel een keer gaan kijken. Wat vond ik toen zeer goed? Was Steven, vond ik. Was ik al fan van voordat ik begon met comedy. Ja. Wim Helsen heb ik ook heel veel van gezien. Piff Huffluff. Dus dat zijn heel uiteenlopende stijl. Het zijn verschillende genres. Als ik zo denk aan de comedy, dan echt goed. De Wouter de Pre ook. Ja.
Ja, het zijn wel comedians die een heel aparte stijl hebben, maar die in wat dat ze doen wel echt uitblinken. Zo. Dus ja. En dus die ergens een métier hebben, want ik zei, ja, oké, dat is toch iets dat je niet zomaar nadoet. Nee, ja. Dus dat zijn... het is moet ik zeggen, ik internationaal heb ik eigenlijk... Ja, ik geen internationale comedy. Nee, dat hoeft ook niet. En hoe... ben je door die te zien, ben je er daardoor mee begonnen? Of was dat... Nee, absoluut niet. Stap? Nee, dat is echt zeer toevallig geweest. Altijd in de Giro gezeten. Toen dat, ja, wat het, hè, ja, voor een West-Vlaming ook hoort. Ja, dat hoort erbij. En een keer op zo'n een eetfestijn of een, iets van mijn muziekavond. Een en ander aan elkaar gebabbeld. Ja. En toen was iemand die zei, ik vond het eigenlijk wel tof hoe dat je een keer niet inschreef voor een wedstrijd. En dat was net in de periode van Hummels Comedy Club. Ah ja. En het was zelfs zo bizar dat ik mij ingeschreven heb, tot aan de laatste stap, en dan stond er stuurbeeldmateriaal in. Maar ik had nog nooit opgetreden. Nee. Dus dan heb ik echt de week ervoor nog zelf een optreden met een lokale cafébaas in elkaar geknutseld, om toch maar een opname te hebben. Ja. Dus, en dat was eigenlijk mijn eerste optreden, en dan mijn tweede optreden was de voorronde. Dus de eerste optreden was beeldmateriaal om in te sturen, ja. En de tweede was de voorronde? Was de voorronde in de trucknoos. Holy shit! Ja dus, dat was wel... Ja, moment zelf niet, omdat ik kende die scene niet. Ik had toen op dat moment gevraagd, wat is een open mic? Ik wist dat niet. Dus ik was totaal maat als het gaat over comedy. En op dat moment had ik dat ook niet door, wat dat dus Hummels was. Ik ging gaan spelen in de trucendoos met 10 anderen. En ik was aan het kijken, maar ja, er bestaat wel heel veel. En dat is ook wel nog tof. Ja. En ja, dan word ik geselecteerd bij de... Ik weet nog, thuis, ik was buiten iets aan het doen in de garage. En mijn vrouw belt. Of kom binnen en zegt, je zit bij de laatste 8. Oh ja, en ik dacht, oh ja, tof. Als je dat nu denkt, kan ik me voorstellen, zeker voor de andere deelnemers, dat die zeggen, wat is dat? Iemand dat er nog nooit van gehoord hebben, meteen in de halve finale. Dus het is eigenlijk maar achteraf dat ik begin denken ben hoe uniek dat die periode en die... Ja, dat is, en die, dat is inderdaad uniek, was. Maar het is ook wel... Het geeft aan dat het kan. Ja. Het is eerder uitzondering dan regel. Mm-hmm. Maar want ik ben daar vaak bij die voorrondes en die Hummels Comedy Club toestanden. En meestal weet ik wel ongeveer waar we het moeten zoeken. Wie in de halve finale of de finale terechtkomt. Maar het is ook altijd gaaf om zoiets dat je die ziet aankomen. En langs de andere kant denk je dan zo de winnaars dan, om het over Hummels verder te hebben. Jens, Lucas, Amelie. Ja. Het zijn allemaal mensen die op dat moment ook nog geen 5 of 6 jaar bezig waren. Nee, het wel aan dat het niet... Die 20 minuten die ze daar speelden, waren ook ongeveer hun 20 minuten. Ja, klopt. Ja, ik heb een uur, ik kan eruit kiezen. Nee. Klopt, ja. Dus, het toont aan dat op zich wel kan. Hè. Absoluut. Maar als tweede show is wel... Dat is absoluut, ja. Dat is echt uniek. Daar heb ik ook al een aantal mensen over gehad die dat... Speelde eerst 10 minuten of 20 minuten en dan evolueert en een half uur en dan kom je in een line-up en zijn een keer headliner, 3 kwartier en ja, je laat wat materiaal achter, je maakt maar nieuw materiaal en dan komt die show en dan zegt oké, wat voeg ik samen, stukken ertussen, één geheel, maar dat groeit heel organisch. Ja. Als ze nu speel ik een half seizoen die show en dan waarschijnlijk nog seizoen erop. Ja. Als ze dan in mei of juni 2024 gaan zeggen, dit was je laatste show. Ja, dan is het wel... dan is het tabula rasa. Dat is een blanco blad. En alle houvast die dat ik toen tot op dat moment had, valt weg natuurlijk. Hè. Dus dat is dan wel de tweede show die maar omdat maken. Maar omdat je dan een soort know-how hebt om hoe je schrijft, gaat het schrijven wel sneller. Ja. Dus dat is wel... En is het ook consistenter? Is het materiaal ook vaak in één state of mind geschreven? Ja. En is het veel makkelijker om het aan elkaar te... Klopt. Ja. Is het makkelijker om het aan elkaar te... Want soms moet je... Tussen de stukken die je hebt, echt een soort rare kronkels doen om het aan elkaar te laten. Klopt, inderdaad. Ja, dat is zo, hè? Dus die tweede show had die tweede eenvoudiger zijn. Makkelijker zijn om te maken, maar ook gevaarlijk. Je hebt minder tijd voor gehad, dus je bent absoluut, ook weer je bent heel onzeker van, kan ik het nog? Ja. Kan ik dat nog eens herhalen? Ja. Dus dat is een heel nieuw set dingen. Maar goed, dat is pas voor... dat is nog even. Dus je speelt nu een half seizoen. En dan het seizoen 23-24 de rest. Ja, klopt. Volgende tour. Ja, straf. Is de kers op de taart, wat ik zag op je speellijst, Concertgebouw Brugge? Ja, absoluut. Zeker het eerste seizoen is dat de absolute... Ja, hè? Het,
Het laatste orgelpunt, zou ik maar zeggen. Dat is een fantastische zaal. Ja, absoluut. Dus, ja, en ondertussen ook via de man van Comedy Show. Zo'n echt een comedyzaal gewoon, ja, wat dat er allemaal geboekt staat. Ja, ja. Ja, en als je dan die affiche ziet wie dat er daar geboekt staat, dan is het wel is het indrukwekkend dat ik er tussen sta. Absoluut. Zeker bij je eerste run of zo. En er zijn heel veel mooie zalen voor natuurlijk. Maar ja, dan kun je afsluiten in zo'n zaal die dan hopelijk hoe vol zit. Ja. Dat gaat hoeveel mensen kunnen daarin? 12, 1300 denk ik. Ja, precies. Dat is echt een mooie grote zaal. Ja, hè? Ja, dat is gaaf. En dan is het volgende seizoen moet het Capitool. Of fucking, hoe heet het nou, Stende? Cruciaal. Cruciaal. Ja, speel ik nu binnenkort een voorprogramma voor Philip Heubels. Dus dat is wel een moment waar ik naar uitkijk natuurlijk. Om voor zo'n zaal te... Ja. Ik zat vorige week in de auto met Wouter de Pre. Ja. En die kreeg zo'n berichtje. Ja, zegt hij, ik moet nu een tekstje schrijven, zegt hij, van een Facebook-post. Zegt hij, ja, omdat ik blijkbaar de negende keer het concertgebouw... omdat ik blijkbaar... Ja, zegt hij, maar zeg, eerlijk, en dat is een heel nuchtere, aimable gast, dus die zei dat niet zomaar. Die zei, ik ben er niet zo mee bezig, zegt hij. Ja, dat is niet een fantastische naam, ik ben iedere keer onder de indruk. Maar ja, ik tel die eigenlijk niet. Nee. Ik zei, ik ben nu al aan het stressen voor de eerste keer binnen een half jaar. Ja, maar dat is al heel bijzonder. Hè? Ja, natuurlijk, absoluut. Die volledige speellijst en die zaal, ik ben daar... enorm dankbaar voor dat kan. Hè. En het spelen voor... Want je hebt natuurlijk bij Steven Milieu al een aantal van dat soort zalen ook gedaan. Ja, ja. Dus je hebt wel een soort gewenning om voor 5, 6, 700 man te spelen. Ja, absoluut. Ik heb eigenlijk weinig schrik of angst voor om dat te doen. Dus ik dat zeer weinig voel. Ja. Ik kon niet zeggen op de humor, op de comedy marathon in het Capitool. Ja, natuurlijk. Tussen Alex, Filip, Wouter, noem maar op. Ja. En dan krijg je ook maar 8 of 10 minuten. Ja, en als je dan in die line-up staat, als enige vrij onbekende... Dat was wel een moment even dat ik dacht van... Oké, nu is het een van de weinige keren dat ik wel echt voelde van... hier kan ik maar beter mijn best doen. Ja. Maar dat is op zich ook goed gelopen. Dus, en voor de rest, met Steven Wenders dan van... beïnvloed, want je bent natuurlijk... Als je zo ver en die carrière... is het lastig om want niet alleen qua tijdsmanagement te combineren met je job, maar ook je hoofdspace, je headspace? Ja, dat is absoluut het moeilijkste. Uiteindelijk, het spelen zelf vind ik dat goed meevalt. Hè. Ja. Er zijn op zich veel mensen die een hobby doen of iets ernaast doen, waardoor dat ze 2-3 keer per week 's avonds ergens naartoe moeten. Dus is dat niet... voetballen is of vogelen die... pik of whatever the fuck. Ja. Dus op zich is dat vind ik dat het moeilijkste. Ja. Het gemakkelijkste om te combineren. Het moeilijkste is inderdaad tijd en ruimte vrijmaken, zowel fysiek in de agenda tijd als in het hoofd om stukken te schrijven. Dat is absoluut heb je daar net al verteld wat je deed? Of zo? Nee, wat doe je voor? Ik ben ingenieur bouwkunde. Ja. Ja, juist. Dus daar gaan mijn verlof en mijn weekends wel wat naartoe om daar rond te krijgen. Dat is echt wel in een verlofperiode. Ja. Per dag wat tijd uittrekken om daar in je job ook te blijven. Dat kun je ook 's avonds. Kun je niet zeggen als je een dayjob gedaan hebt om 6 uur 's avonds, kan je nog een keer 2 uur comedy. Ik bedoel, nee. Ik heb vaak genoeg geprobeerd, dan komt er niet veel uit. Dus dan moet je wel met een frisse energie, kop doen. Ja. Dat ik wel geleerd om daar wat discipline in te kweken om die vrije momenten in de weekends en het verlof wat op te geven. Ja, ik kan me gewoon voorstellen dat omdat je natuurlijk die job al langer hebt je mag die ook niet laten slabakken, want die moet wel gebeuren. Ja, natuurlijk. Maar ik ben wel iemand die snel de klik maakt. Als ik na mijn werk moet gaan optreden, dan is dat de focus. En ook in het schrijven. Ja, maar ik bedoel ook andersom. Naar je dayjob toe. Mm-hmm. Dat je genoeg energie, de mentale energie ik moet zeggen... Want je bent nu, dat concertgebouw komt eraan. Er zijn zoveel mooie momenten. Ja. Dat je ook wel nog gefocust op je gewone werk moet blijven. Ja, maar het is wel zo. Comedy is voor mij... Ik doe die job al 12 jaar in hetzelfde bedrijf. Als jong ingenieur is dat ook niet gewoonlijk. Meestal hadden we wat jobhoppen in het begin. Maar ik doe dat nog altijd zeer graag. En comedy is er ook een beetje een uitlaatklep of zo, een variatie. Zo, tussen het serieuzere businessverhaal en dan comedy. Dus ik heb altijd wel het gevoel gehad dat elkaar versterkt. Plus er is ook wel wat inspiratie die daaruit komt. Een groot stuk van mijn show gaat ook over een collega op te werk. Hoe dat nieuwe mensen te werk gaan ten opzichte van wat eigenlijk de gewoonte is in een bedrijf. Dus die inspiratie haal ik daar ook wel uit. Dus dat speelt ook wel een rol om het...
om het uit te gaan en te blijven combineren. Ja, en dan nog het familiale natuurlijk. Dus ja. Het is wel... Ja, dat is wel inspiratie genoeg. Ja? Ja, maar terug hetzelfde. Dat evolueert, dat groeit organisch. Het komt allemaal uit situaties die heel dicht bij mij staan. Wat je dan een idee op rond hebt, een keer spelen, wat dat werken en zo groeit dat verder. Heb je met mensen samengezeten? Ja, aan Steven uiteraard heb ik veel gehad, ja. Omdat we elkaar zo dikwijls gezien hebben. Ook een aantal keer met Dries Heineman samengezeten. Ah, ja. Maar dan eerder ook wel qua structuur en opbouw van de show. Om alles een beetje samen te puzzelen. Ja, en ook omdat... Ja, je hebt een beetje je eigen kijk op je materiaal en je show. Steven heeft daar ook heel veel feedback op gegeven. Maar ja, die kent mij ook al iets te goed. Dus het was wel belangrijk om een keer iemand van extern ook te hebben. Met een frisse kijk erop. Tuurlijk. Heeft dat veel aan die show veranderd? Op zich niet. Maar het heeft mij wel geleerd om ook een keer met een andere kijk naar het materiaal te kijken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ja, tuurlijk. Dus, het is niet dat hij mij bits of stukken aangeleverd heeft. Want ik zei, ja, dat is nu iets dat ik van Dries of... Maar... Er zitten wel stukken in dat ik dacht, ja, had ik met Dries niet samen zitten, dan ging ik er nooit op die manier naar kijken. Of volgordes, of het kop en een staart geven. Ja, nee, dan is Dries natuurlijk wel heel goed. Ja, absoluut. Ja, dat plus dat is ook zelf een schrijver, hij is ook schrijver, maar ook zelf een theatermaker. Ja, dus dat is wel dat is een hele, hele nuttige... Ja, absoluut. Ja. Plus die heeft ook wel, want ik heb die zijn avondvullende stukken van gezien, maar nog niet helemaal... Maar die heeft ook wel die West-Vlaamse vibe. Hè? Ik heb zo'n stuk op YouTube gezien. Ja. Over dat hij met een Antwerpse vriendin dan. Ja, klopt. Ja. Hoe communicatie gaat, of eigenlijk misgaat. Ja, inderdaad. Over een stukje taart, of wat was het daar? Dat is een fantastisch. Een zeer goed stuk. Dat is een zeer goed stuk. Een heel goede show, van Dries. Heet die Jenny? Is dat die show? Nee, uit respect voor de buren heet ze een nieuwe show. Alleen nieuwe. Ook al pre-corona gestart en nu terug opgepikt. Ja, dat is nu jouw voordeel wel. Het is, je voelt, want de afgelopen seizoen was nog heel veel inhaal het begint nu eindelijk een beetje te normaliseren. Hè? Ja, maar ook daarom ben ik zo dankbaar dat die tour eruit ziet zoals dat hij nu uitziet. De speellijst en die ticketverkoop. Omdat er zit toch maar heel veel comedians die oftewel een show hernemen waar dat ze nog niet mee klaar waren voor corona. Ja. Dus die staan een aantal nog in de zalen. Ja, ja. En ook heel veel comedians die in die periode iets nieuws gemaakt hebben. Ja. Dus het is, voor CC's is niet dat er een armoede was om uit te kiezen. Hè. Dus ze hadden heel veel gevestigde namen om uit te kiezen. Dus vandaar dat normaal is het altijd veel beter verspreid, maar doordat er een jaar uit is gevallen, komt alles tegelijk. Hè? Ja, als je kijkt, er wordt heel veel comedy gespeeld nu. Zowel in het groot als klein circuit. Ja, ja. Dus dat is denk ik wel het voordeel dat we hebben. Ook als beginnende comedian, dat we daar nog altijd ons plaatsje kunnen tussen... tussen vinden. Ja. En, het is ook zo dat hoe meer dat de subsidies teruggedraaid worden, hoe vaker de kaart van comedy getrokken wordt. Want die zalen zitten dikwijls wel nog vol. Die zitten nog wel vol, hè. Ja. En die producties zijn ook iets minder duur. Dus CC's die wel naar de tering naar de nering moeten zetten. Dat is... Er is wel veel comedy aanbod in CC's, dus dat is wel een voordeel. Ja. Ja. Is het qua taal? Spreek jij in West-Vlaanderen platter dan in Oost vanavond? Ja, absoluut. Ja. Ja? Dus alles wat West een stukje Oost-Vlaanderen is het all the way. En dan, een keer dat ik de Schelde voorbij ben, laat maar zeggen, of iets dichter al, dan pas ik me uiteraard aan. Ja, en is dat een klik in je hoofd? Of is dat automatisch? Of is dat moeilijk? Dat is niet zo evident, nee. Maar wat we nu doen, bijvoorbeeld, als ik vooraf een gesprek heb met iemand, met een local, helpt mij dat enorm. Ik ben niet echt een local, ik ben een Nee, maar ja, een niet-West-Vlaming. Dus ik ben je eigenlijk aan het opwarmen een beetje. Ja, ik heb dat heel moeilijk. Ook in die voorprogramma's met Steven, dat is ook een West-Vlaming. Ja. Toen dat wij naar Antwerpen of Limburg gingen, dan ervoor werd er West-Vlaams gesproken aan tafel. En dan moet je plots een klik maken voor 20 minuten. Ja. Als je dat niet gewoon zit, is dat wel niet evident. Dat snap ik. En dat voel ik nu als ik try-out speel, verder weg. En ervoor, spreek met de mensen daar. Je zit al in een soort tussentaal die eigenlijk klaar is om op podium te gaan. Vind je het moeilijker? Vind je dat je jokes in je oorspronkelijke taal beter zijn? Of vind je dat een verschil? Het is nog altijd wel comfortabeler in de moedertaal. Dus het is altijd vergt wel meer energie om het te... wat verder weg te gaan spelen. Maar ik vind dat wel een uitdaging. Ik moet zeggen, als ik in Mol ga spelen of in Antwerpen en heb daar een goede set gespeeld of een goede optreden, dan geeft me wel een enorme voldoening. Ja, dat vind ik van mezelf wel een prestatie. Die antwoord inderdaad van, je komt wel los van
die West-Vlaamse cultuur waar dan, ja, waar dan zoveel rond te doen is. Dus ja, ik vind het wel altijd een uitdaging en ik kijk er ook altijd naar uit om dat, om dat te doen. En moet je, is het gewoon opkuisen of moet je ook echt dingen vertalen? Het is opkuisen. Ja. Het is niet zoals als Wouter de Pree dat ik twee shows heb. Eén in het West-Vlaams en één in het AN. Absoluut niet. Dus het is wel... mensen gaan na 30 seconden wel door en van waar dat kom. Dus het is absoluut gewoon een opkuising van wat ik gewoon ben om, om te doen. Ja, maar dan moet je wel in je hoofd dat op blijven. Ja, dus hoe meer dat je doet, hoe eenvoudiger dat wordt. Ja, dat voel ik wel. Dat ten opzichte van die eerste keer dat ik zo... een voorprogramma moest gaan spelen in Bilzen of in... Maar ik ben wel benieuwd, want dan ga ik je vanavond hier zien. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, als ik dan in het concertgebouw kom zien... Ja. Ga ik het dan kunnen verstaan? Of gaat het voor mij lastiger zijn, denk je? Ja, hij had wel kunnen begrijpen. Het is ook zo, ook onder West-Vlaming, als ik speel in West-Vlaming, zijn de mensen, hoe doe je dat buiten de provincie? Maar het is ook niet dat... Precies. Er wordt soms... onder West-Vlaming heel kneuterig over gedaan, als zijnde, wij spreken een taal die de rest van de wereld niet verstaat. Ja, zo extreem is het ook niet. Ja, plus als je heel extreem gaat, dan kun je elkaar niet verstaan, zelfs in West-Vlaanderen. Ja, dus wat ik op een podium doe, uiteraard is dat wat platter als ik rond de deur speel. Ja. Maar het is niet als je komt kijken dat je zegt, ik heb daar nu niks van, van verstaan. Dus een paar woorden en je speelt ook iets sneller misschien. Dus dat scheelt ook wel. Maar het is niet dat een andere taal is. Hoe lang is je voorstelling? Rond anderhalf uur zal dat zijn. Ja, 90. Ja. En is het dan in West-Vlaanderen 85? Ja, ik ben er nog altijd wel wat aan het werken. Dus om het nu... dan ook een beetje af van de reactie van het publiek natuurlijk. Ja, als het wat minder is, hebben we een neiging om wat rapper te spelen. Dus hoe langer, hoe beter. Allee, of hoe beter dat de avond geweest is. Ja. Dus maar ik heb niet verschil, of niet gevoel dat er een verschil is tussen de locaties waar dat ik speel. Het is ook zo... Het zijn nog try-outs. Ik heb er dan nieuwjaar nog een aantal staan. Ja. Dus het is niet dat ik nu al een show breng die af is. Dat ik zeg, dit wordt het nu. Dat zal 90% wel af zijn. 90% ongeveer. En is die 10% echt materiaal of ook een beetje structuur? Dat zal vooral structuur zijn. Ja. Ah, ja. Maar qua materiaal op zich, denk ik, heb ik materiaal genoeg. Ja. Meer dan de tijd zelf. Ja. Dus het is nu echt wel nog zoeken van welke stukjes speel ik er nog tussen en welke niet. Dat ik nu nog in mijn hoofd zit, daar moet ik nu nog een compleet nieuw stuk of een nieuwe 5 minuten of een nieuwe 10 minuten gaan schrijven, dan niet. Het is eerder van, moest het nodig zijn, bij wijze van spreken, speel ik een uur en drie kwartier of bijna 2 uur. Ja. Waarvan dat ik weet, daar moet ik eigenlijk... wat in schuiven en wat in knippen. Zo. Dat is nu de fase waar ik in zit. Ja. Wat is je favoriete stuk? Als ik zo meteen kijk, wat speel je nu het liefst? Wat ik nu het liefst speel, is het stuk waarbij dat ik vertel over de avond dat ik mijn oudste zoon ga inschrijven voor het eerste kleuter. Ah ja. Want dat zo voor mij het moment was dat ik zeg, nu zie ik toch. Ik ben ook geboren en getogen in West-Vlaanderen. En als ik zie hoe dat er anders aan toe gaat in de school, als 30 jaar geleden, in hetzelfde fysieke gebouw, hoe dat de mentaliteit veranderd is. Jouw zoon is in dezelfde fysieke school als waar jij zat. Ik ben echt typisch in hetzelfde dorp waar ik geboren ben, woon ik nog altijd. En mijn kinderen gaan daar nu ook naar school. Echt naast je ouders, nee toch? Ik woon naast mijn ouders, Is echt? We zijn een beetje de plankaarts van West-Vlaanderen. En mijn ouderlijke thuis, ik woon eigenlijk in een soort zorgwoning met mijn grootmoeder. Dus mijn ouders wonen, ik ben eigenlijk opgegroeid naast mijn grootouders. Ja. En nu zijn wij daar gaan wonen terug. Dus wij wisselen gewoon, wij steken gewoon de straat over. Ja. Jullie wonen gewoon inderdaad, het blijft alle generaties daar. Ja. Maar het is geen commune zoals de plankaars. Dat valt mee. Maar je vrouw is wel iemand van een andere familie. Ja, en dat is ook iets dat komt in de show ook aan bod. Mijn vrouw komt dan uit Roeselaar, die toch al wat groter is dan het West-Vlaamse. En dat is terug een beetje hetzelfde spanningsveld dat ik daar op zoek. Mijn achtergrond ten opzichte van de haren zit ook wel heel interessant. Zij kwam van de stad Roeselaar. Dat is echt zo. Ja, ja? Bij ons is dat het stad, dus dat onderstreept het wel. Dus, zalig. Ja. Zalig, maar ook wel, dat is wel bijzonder dat jouw kind eigenlijk naar dezelfde school ging als waar jij... Voor ons is dat zeer gewoon. Als ik kijk, ben de vriendengroep ook. Ja. Wij wijken niet zo snel uit. Hè. Zijn er nog leraren dezelfde of zijn die allemaal wel veranderd? Er zijn er wel nog die 30 jaar. Een startende leraar. Ja, absoluut. Dat kan zeker.
Ja, maar ik zie het ook aan de schoolpoort. De mensen waar dat ik nu mee aan de schoolpoort sta, dat zijn de mensen... Stond je toen ook mee aan de schoolpoort? Ja, ja, absoluut. Dus dat is... En, ja, dat is, we hebben de klasfoto gekregen van onze kinderen. Ja. Om een voorbeeld te geven, daar zit op een klas van 25 gastjes, zowel bij mijn jongste als oudste zoon, zitten telkens één of twee mensen van allochtone afkomst. Ja. Dus dat is wel... Ja, dat is nog een regio, ja, waar dat er heel weinig... Dat is niet 50-50. Dat is niet, nee, zo, is niet waar, zo... waar dat er heel weinig instroom is, ja, maar omgekeerd ook heel weinig mensen gaan uitwijken. Ja, ja. Dus ja, en ik besef maar al te goed dat wat ik op die klasfoto zie geen weerspiegeling is van de maatschappij. Van de samenleving, ja, nee. En dat is ook iets wat ik in mijn show wel aanraak. Van, ja, 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 ja. Ik vind eigenlijk... Allee, ik heb er wel schrik voor dat mijn kinderen in die omgeving, een beschermde omgeving, moeten opgroeien, terwijl de wereld er eigenlijk wat anders uitziet. Ja, je zou het ook als iets positiefs kunnen zien. Ja. Maar ja, nee, niet uit racistisch oogpunt, maar wel dat het beschermd is, bedoel ik. Dat er minder raak ik wel aan. Omdat, ah ja, dat is voor mij ook duidelijk dat dat... En dat ik zowel de link met, ja, met een job die dan wel wat internationaal is. En wat, ja, wel, dus ja, dat is wel echt, als er al een rode draad of een verhaal in zit, zijn dat wel heel vaak die elementen die terugkomen. Ja. Waar dat ik opgegroeid ben ten opzichte van mijn vrouw, hoe dat mijn kinderen nu naar school gaan ten opzichte van vroeger. Hoe dat leven... Of hoe dat ik denk dat het leven in de stad is en hoe dat het bij ons is. Dus ja, ja, dat is zowel wat... Ja, Jeroen Verdik is afgelopen weekend in première gegaan en die heeft ook een bit... Nou, die is van de Kempen, dus die... Ja. Over ook, rivalisering. Ook moeilijk te verstaan, hè? Voor mij niet. Maar het grappige is dat die in West-Vlaanderen wordt dat allemaal in de pot Antwerpen gestoken. Ja, dus, terwijl ja, de Kempjes is heel anders dan... Ja, absoluut, ja, goed, ja, ja. Waarschijnlijk zijn de verschillende West-Vlaamse accenten heel verschillend. Absoluut, ja. Maar, Maar die heeft ook een bit over dorpsrivaliteit. Dus het ene dorp, een andere haat. Nu, dat was in Holland bij ons ook, hoor. Dus, ja. Maar dat gaat er bij jullie ook ik moest gisteren optreden. Maar dus typisch zijn ook wel wat bits en jokes over de schreeuw. Ja. Ik moest daar optreden in Veldhem. Ja. En dat is al sinds de gemeentelijke fusies in de jaren 70. Ja. Is dat onder Zedelhem. Dus ik kom op en ik zeg, goedenavond Zedelhem. Oh! Hola! Ja, ja, ja. Ze zijn al 50 jaar geannexeerd en alleen nog altijd... Dat ligt een handgevoelig. Ja, zeg. Maar dat is iets in Hans Vlaanderen leeft. En moest je terugwinnen, omdat ja. Maar dat is overal. Dat is niet West-Vlaams. Dat is overal. Dat is overal zo. Die deelgemeenten en zo. Dat ja. Ik zeg, allee jongens. Ja. Dus dat pelt. Pelt was Derenpelt en Overpelt en nu heet dat Pelt. Ja, tuurlijk. Maar dat is van niet... En het is dat ook gezegd. Dat is ook niet... Met veel die mensen... Dat komt denk ik ook door die series op tv. Nonkels en dan nu Chantal en zo. Ja. Maar dat is... Ja, dat is niet... Dat zijn dingen die eerder het platteland zijn dan dat specifiek over die provincie gaat. Nee, klopt. Dat is universeel. Dus de weerspiegeling van de kleinheid van de Vlaming, wat al fantastisch materiaal is. Ja. Dat speelt hem nu heel vaak in het West-Vlaams. Maar ik woon in een klein dorpje, heet de Wissekerken. En wij hadden, of ja, ik dat niet, want ik hield me overal zo wat tussenuit. Maar wij hadden zo gezegd ruzie met Colijs Plaat, wat een dorpje verder was. Ja. En dat, die konden elkaar, waarom wist niemand? Ja, ja, ja. Maar die konden elkaar... Ja, maar, ja, dat is, we zaten samen op de bus en mijn vriend Stan, die moest er dan mee vechten met die mensen. Ik deed er niet mee, nooit mee. Ja. Maar dat was ook op niks gebaseerd. Nee, klopt. Ja. Dus dat is van alle... Dat is, dat is niet uniek aan West-Vlaanderen. Dat is gewoon overal. Ja. Klein burgerlijkheid is niet uniek aan West-Vlaanderen, hoor. Dat is overal. dat is overal. Maar het is wel iets waar je nog niet zoveel comedy over gehoord hebt. Hè? Over dat, Nee, en dat is wel mijn insteek geweest. Ik ben ook, moet ik zeggen, door het feit dat ik op zich weinig comedy kijk of gekeken heb, ben ik in die zin... Ja, vrij onbevlekt. Ja. Dus ik heb niet specifiek gezocht naar een stijl of materiaal die wel of niet al gedaan is, of waar dat ik mee wil weghouden, omdat die of die... Dus ja, ik doe gewoon hetgeen dat ik denk die grappig is, in de stijl dat die voor mij het meest comfortabel is. En dat heeft mij tot nu toe vrij ver gebracht. Ja. Dus ik ga er ook niet naar op zoek. Het is wel zo dat... Ja, ik zit wel in die positie van, ja, ik heb nu zelf twee kleine kinderen. Ik woon daar nog altijd in die lokale gemeenschap. En ik heb wel mijn oog op de wereld via mijn job dat ik heb. Ja. Dus ik heb in die positie
tussen die twee uitersten, met heel zwart-wit, heb ik wel het recht van spreken. En dat is wel een positie die ik benut in de show. Ja, ja. Maar het is niet dat ik daar bewust naar op zoek ga, maar het is gewoon omdat dat de realiteit is. En dat biedt zich gewoon aan. En dat is gewoon dat is gewoon jouw levens, jouw levensding. Dus jouw vrouw, die van Roeselaar was, die moest dan verhuizen naar een klein... Ja, absoluut, klopt. Naar een klein nerddorp of zo. Ja, inderdaad. En dat was geen... Is dat, en wordt ze dan ook... Want wij woonden in Wissekerken, maar wij kwamen ook niet vandaar. Mm-hmm. En toevallig, achteraf, toen ik daar woonde, besefte ik dat niet. Maar achteraf bleek dat ik, Martin en Stan, zo, de vriendjes, dat waren allemaal inwijkelingen. Ja. Dus wij waren niet de locals. Ja. En wij, op een of andere manier, speelden wij samen. Ja. Dus... Of dat nu bewust was of onbewust, dat heb ik eigenlijk nooit beweten. Maar dat was wel zo. Dus dat was wel, wij waren wel de outcasts of zo. Ik weet het niet goed. Ah, ja, zo extreem is het niet bij ons. Ja, ik weet ook niet of wij dat nou bewust mijn vrouw is vrees na geaccepteerd geweest in de familie. Ja. Ah, okay, dat was eigenlijk de vraag. Dat was een hele omslachtige manier om dat te vragen. Ja. Dus die zit niet huilend, ik wil terug naar Nee, voor bij nu kerst en nieuwjaar mag ze gewoon mee vieren met ze ons. Mag ze, ja. Dit jaar. Dit jaar mag ze mee. Ja. Dat is goed. Ja. Dus, en dan dus Veldegem is waar. Nee, waar woon jij nu? Lichtervelde. Lichtervelde. En Roeselaar is daar dan in de buurt. En de speel is dan. Is première, ja. Het lastige is natuurlijk wel als je in Roeselaar in première gaat, dat er pers. Die willen ze Verdi rijden, dus die... Dat is... Ik had eigenlijk liefst mijn première in de Minaar gedaan. Ja. Omdat... dan trekt het ook wel weg zo vanuit die perceptie die er ongewild wel is. Als ik kijk naar mijn speling, dat is West-Vlaanderen. En ik ben ook een West-Vlaming, dus... Ik behoed me echt om die stempel te krijgen als zijnde... dat is de volgende West-Vlaamse comedian. En die raakt niet buiten de provincie. Hè. Nee. Dus dat is absoluut een stempel die dat ik op mijn kop niet wil. Nee. Aan de andere kant denk ik van... if it pays the bills, als het... Tuurlijk. Ik heb ook niet de ambitie... Het is geen blind doel van mij om te zeggen... Ik moet in alle provincies spelen. Het is zoals dat zegt. Als ik mijn shows en mijn speellijsten vul... Met afstanden die wat korter zijn, fine by me. Ja, daar gaat het niet over. Ja, het is niet dat ik zo die Freddy de Vadder heeft daar heel lang heel goed van gegeten. Nu is de speellijst niet zo groot meer, maar vroeger was dat... Ja, klopt. Dus voor mij, ik heb wel het gevoel dat mijn materiaal dat wel wat universeler kan zijn. Maar natuurlijk, dat was het, in de spel hadden ze ook wel al gepost van, we zullen heel graag een première doen. Ja. Dus dat was al een rol die speelde. En dan ook, de Minaar dan, naar tickets en zo. Nu achteraf bleek dat in een recordtempo ook uitverkocht geraakt is. Nu, dat zijn allemaal stellingen achteraf. Dat gezegd, hadden we misschien, maar ben super tevreden. Ja, nee, ik vind het ook leuk om je dingen in je hometown te doen. Zeg het, Jeroen is ook in première. Ja, in Turnhout. Ja, klopt, ja. Dat is ook zijn hometown ongeveer. Ja. Dus dat is ook... En de Warande in Turnhout. Of de Spil in Roeselaar, dat zijn ook wel bekende comedyplekken. Ja, dat is niet een of andere bullshit zaal, dat zijn goede zalen. Ja, absoluut. Dus dat gaat voor mij ook wel de noordslag. En ook zo dat het feit dat ze ook zelf zijn van oké, we willen maar boeken, maar we zo'n heel graag de première hebben. Ja. Dus dat heeft daar een rol in gespeeld. En ondertussen ook een tweede show erbij gekomen. Dus het is de vrijdag en de zaterdag daar. Wow. Dus dat wordt sowieso een... Dat wordt een feest, jongen. Een tof weekend, ja. Ja. Dus, heb je daar zenuwen voor? Het is natuurlijk nog eigenlijk wel. En wat dat vreemd is, want het is niet dat ik daar nu iets compleet nieuw moet gaan doen. Nee. Maar natuurlijk, inderdaad. Volgende week samen zitten met een technieker, een lichtplan maken. Ja. Doe iets van decor, hoe gaat het opkomen? Pers die aanwezig is. Welk liedje, welke muziek. Het management is daar. Dus dat wordt wel wat groter gemaakt dan wat in principe het eigenlijk is. Want dat is gewoon die show dat ik later ook ga spelen. De officiële eerste show. En waar ik nu wat al gespeeld heb. Ja, dus het is niet dat ik eigenlijk moet stress hebben omwille van het feit dat nu een zaal is die gigantisch groot is, of materiaal is dat ik nog nooit gespeeld heb, of mensen dat niet kennen. Dus er is eigenlijk, als je het objectief bekijkt, aan die avond niks speciaals, maar iedereen maakt het wel. Ja, het is iedereen wel zegt wel dat het speciaal is. Het is speciaal, je kop is van... En tuurlijk, natuurlijk wel, want dat was voor Jeroen ook. Ja, wel al je vrienden en familie zitten in de zaal. Ja, klopt. Ja, je wil niet op je bek gaan voor vrienden en familie. Ja, nee, en dat is ook zoiets. En dat zal voor veel mensen ook herkenbaar zijn. Zeker, het is dan de kleine zaal daar. Daar zitten dan ook eens 200 of 220 man in. Ja. Dat zal voor een groot stuk gevuld zijn met mensen die herkennen. Van dat ik weet, die zullen al heel veel van hetgeen dat ik vertel ook al een keer gehoord hebben. Dus daar heb ik misschien nog meer schrik voor. Als ik mijn beste stukken speel, dat iedereen zegt, dat is juist. Dat is de punchline roepen. Hoe gespeeld, we herkennen dat, dus hoe gespeeld. Ja.
is goed gespeeld. Ja, ja, goed verteld. Ten opzichte van die andere, vier andere keren hebben we het deze keer ook opnieuw goed gebracht. Ja. En waar je ook mee op moet passen, want doe je veel interactie met het publiek? Ja, toch wel. Ja. Ja. Ah, wel, daar liep Jeroen ook zo tegen. Dat ze, wie hier? Ah ja, tante Huppel de Pus, die zat daar. Die zat daar. Dus, ja. Dus die vroeg zoiets. En dan zei, ah ja, van jou weet ik het, want jij bent een fucking familie. Ja, ja. Klopt, dat heb ik ook wel. Ook al mensen had die mij wel volgen, zo, die zeiden, ja, we hebben al kaarten gekocht, we gaan dan op de eerste reis. Ik zei, dat is goed, dat je het weet. Ja, dan moet je die ja. aanspreken. Nee, want als je mensen aan het publiek aanspreekt, is het eigenlijk prettig als je ze niet kent. Tuurlijk, want, ja. Ja, absoluut, ja. Er was zo, hij doet één stukje iets over drugs en dan zat zo'n neefje ernaast. Dus dan kon hij dat neefje aanspreken over drugs. Ja, dat is op zich wel hilarisch, maar ja. Het is ook een beetje awkward allemaal natuurlijk. Ja, ja, dus de vrienden en familie moeten bij... Want dat is ook wel iets wat Steven Mailleu ook heel goed doet, hè? Mm-hmm. De interactie met het publiek. Ja. Dat is wel een skillset apart, hè? Ja, dat heb ik echt moeten leren. Omdat toen ik met Steven meeging, dat was gewoon offstage aankondigen. Goedenavond, hier is het voorprogramma Hans Goos. Ja, ja. Ja, en dan kom je in die zaal van 300, 400, 500 man. Ja. Maar er is niemand die mij kende. Nee. Het was zelfs zo, Steven had eerst een ander voorprogramma in gedacht. Iets met muziek, niks uit de comedy scene. Klopt. Dat is dan maar helemaal op het laatste afgesprongen. Dus in heel veel programmaboekjes stond er zelfs nog een ander naam. Ik was op dat moment ook absoluut nog helemaal niet bekend in de comedy scene. Dus ja, daar komt iemand op dat ze niet verwachten om te zien. Nee. En dus ja, als je dan je eerste jokes begint te spelen, dan brandde dat letterlijk op om de mensen even tot de situatie tot zich te nemen. Dus ik heb wel geleerd van Steven ook zegt, ja, begin dan en spreek de mensen aan. Ja. Dat hoeft daarom niet grappig. Het hier en nu. Dus hoeft daarom niet grappig te zijn. Zorg dat die mensen weten, dit is het voorprogramma. Ja. Ah, en die mens gaat ook iets vertellen. Ja. En als je het gevoel hebt van, ja, die mensen hebben in hun kop allemaal juist gezet wat er aan het gebeuren is, begin dan je materiaal te spelen. Ja. Anders zijn je materiaal aan het opstoken voor de eerste 2-3 minuten een beetje de setting juist te zetten. Dus dat ik daar wel geleerd. En op een duur, het is volgens mij alles. Hoe meer dat gaat doen, hoe meer ervaring en hoe vlotter dat... Op een gegeven moment weet je ook, als ik dat vraag, dan krijg ik dat antwoord. Ja, ja, ja. Want ja. Alle mensen in het publiek denken altijd dat ze uniek zijn, maar ze zijn het niet echt. Nee, als je de typische vragen stelt, wat doe je van beroep? Dus ja, het er al zodanig veel gehad, dus je weet wel meestal wat vertelt. Ja, precies. En ook, ook wel geleerd van, het hoeft niet hilarisch te zijn. Nee. Want als je zegt, ik moet nu ad rem reageren en dan moet een beste joke van de naam zijn, dan blokkeer je meestal. Ja. Dus je moet ook wat tijd nemen. En eventueel zeggen, al is het maar, sorry, maar daar kan ik niks mee doen. We gaan naar de volgende. Wat op zich ook al grappig is voor het publiek. Dus dat is ook wel iets dat je leert van... En op minder dat je die druk oplegt... Het hier en nu principe is een soort... Hoe harder je voelt dat het in het hier en nu is, hoe minder grappig het hoeft te zijn. Ben je nu over impro bezig? Ja, maar dat is zo. Nee, maar dat is zo. Als jij natuurlijk, iets absoluut. Vraagt aan iemand en je geeft daar een redelijk gevat antwoord op, vinden ze dat vaak grappiger dan iets wat je op voorhand bedacht hebt. Ja, absoluut. En als dat een goede repliek is, die er vlot uitkomt, dan, om een of andere reden, denken de mensen dan ook, dit is een niveau beter, omdat het spontaan ontstaan is. En dat is natuurlijk onzin, maar dat is wel wat de mensen denken. Soms. Ja, absoluut. En dat voel je ook wel. Als die interactie goed loopt in het begin, dan zijn ze wel sneller vertrokken in uw show ook. Dat eerste stuk... Probeer mezelf dat wel altijd, moet ik zeggen, geen druk in op te leggen. Maar als je met 10 een druk op het podium komt, dan zeg je, die interactie die moet nu grappig zijn. Nee. Dan komt er meestal ook niks. Nee, klopt. Dus het is een beetje het omgekeerde. Als je zegt, we zien wel, dan ga je dikwijls vlotter starten dan wanneer je zegt, ik moet nu... Natuurlijk, we gaan er bijna beginnen. Voor zo'n zaaltje, we hebben daar vandaag 30, 40 man of zo. Ja. Ja, dat is niet, daar ben je niet zo gewend eigenlijk. Nee, absoluut niet. Nee. Ik ken niet zo heel veel in kleinere cafés of kleinere zalen gestaan. Dat klopt wel. Ja. Wel zo de eerste try-outs. Ik wel in huiskamers gestaan. En dan, maar dit, inderdaad, is niet, doe ik niet zo heel veel. Nee. Dus daar eigenlijk wel. Maar dat is ook zo, dat is ook hartje Antwerpen. En dan in een setting dat ik niet zo gewoon ben. Dus dat is wel een uitdaging. Mensen zijn wel comedy-minded. Ja, natuurlijk heb ik geen schrik van. Maar het is wel iets, inderdaad, een situatie dat zegt, ik kan dat met heel weinig andere dingen vergelijken, dat klopt wel. Ja. Ja, misschien een beetje de trucendoos of zo. Ik bedoel, iets waar, kijk, daar heb ik woensdag gespeeld en dat liep goed, dus laten we hopen dat het hier ook goed is. Alright, man, ik kijk er heel erg naar uit. Bedankt dat je wilt komen spelen. Zeer graag gedaan. Zo ver wil rijden. Want hoe lang moest je rijden? Dat is toch... nu, met de weersomstandigheden, was het toch 1,5 uur. Het is koud en nat en slippery. Ja, maar we hebben het er graag voor over. Oh, dat is heel lief. Hans Kools, enorm bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.